vader. Schat. Oh ja. Leuk. Staan er weer een aantal. Hier staan er nog twee. Die komt ook van Nieuwsdorp. Die zijn broer die gaat met de vrachtwagens mee. Daar rijdt hij mee. Oh, daar staan die verkeersregelaars. Daar. Iedere keer een handje draait. Ja. Huh? We mogen weer naar de muziek luisteren. Ja, zeker weten. Ja.
Maar we hebben nog contact. Oh, leuk. Ja, ja. Dus bij de groeten. Ga doen. Oké. Ik sta in de bosjes voor hem te fotograferen. Hier nog meer? Kijken hoe ver het achter me. Oh ja. Hallo. Nou. Kunnen dan.
Ja, maar ja, het zijn natuurlijk 150 vrachtwagens ook, hè? Dus dat is... Hier binnen sigaren in zijn mond. Weet je wie dat was? Dat was Stijn. Wie is dat dan? Dat is Ad. Ad? Van Edad. Oh. Of van Edad. Daar zijn we in mijn Sjerreland. Ja. En je zit lekker op de motor. Ja, die had ook echt zo'n pretfeest van... Kijk aan de linkerkant. Hoi. Geef niet. Nu scheer aan je oren, hè? Ja, nou, het overal. Kom je nou langs de politie? Ja. Nou komen we langs Annelies. Ja, ik weet niet of ze... Ik heb toeren tellen. Oh, kijk, die beestjes. Ja. Ik hem terug. Ja. Oh, die zijn ook lekker met de weg bezig hier. Ja. Dat jongetje bij die vader op schoot. Ja. Is het hier anders? Nee. Nou, niet. Hè?
Even vanaf die kant filmen. Het is allemaal te harde getoeter allemaal, hè? Ja, ik snap het wel, hoor.
Wat betekent dat? Dat we stil moeten zijn? Die hoort ook bij. Als het niet goed gaat, geef... Nee, voor wen je... Ja, als je vervelend bent, die hoort ook gezet. Dan krijg je een hem op je kop. Die man ook. Die man die zit ook echt met zijn handen. Die zit ook echt met zijn handen zo van. Ah, dat gaat toeten. Kan je niet zwaaien? Nee, nee. Ja. Kijk dan, Jenny. Ja, ik zie het, ja. Daar komen hun niet pas. Ja. Kijk, jongens. Piet dan? Oud-Beijenland. Oh, Oud-Beijenland, ja. Nou, hier wordt het druk. Ja. Ja. Nou. Wat is dat nou in? Ja, die worden ook helemaal peunenveu ook. Ja, die denken van ik zet het op een rennen, daar denken ze. Oh,
de hele weg is bezet met vol met vrachtwagens. Ja, maar ja, het zijn er ook al aardig wat, hè? Ja, dus, wat wil je, 150 vrachtwagens. Ja. Hier hadden we dat toen volgens mij met dat hondje toen. Hier zo. Ja. Nou, dan gaan we weer zwaaien hoor. Er staan weer een hoop mensen hier. Ja. Zo, die staan link op dat randje. Ja. Het is wel een heel smal randje dat. Eén vinger in je oor en één hand zwaaien. Ja, ik zit met twee handen. Je had een hele pan buiten neergezet met een soort van kippie erin of zo. Zo, heel die pan. Dat jongetje staat er echt zo bij te kijken van... Oh, nog eentje. Die komen allemaal speciaal voor ons. Oh. Kijk dan, die komen speciaal voor ons. Die staan ook al. Hier, kijk, er staan twee ambulances hier. Oh ja. Oefies. Voor ons? Ja, voor ons. Ja. Kijk nou, wat leuk. Leuk. Waar rijden die ook mee?
Nee, die niet. Nee, maar die stoppen speciaal voor ons. Die denken dat er wat aan de hand is. Oh, Ronald zit dus al die snoepjes op te eten. Ah, zit jij al die snoepjes op te eten? Ja. Oh. Ik denk dat ik even zo neerzet. Oh. Ja, die hoeft vanavond en morgenavond niet meer te eten, joh. Ja, nog 2 dagen. Ja, die zegt tegen zijn vader, nou, ik hoef niet meer te eten. En dan zegt hij van, wat hebben jullie gegeten? Ja, snoepje. Kijk, die mensen hier op het dak dan. Banaantjes, ja. Die staan hier op het dak zelfs hier. Speciaal zag je die mensen? Die zagen, stonden daar op het dak. Ja. Zo, kijk eens hier. Zo, dan kan je hem even laten zien. Hier, ProRail staat ook met zwaailichten en al. Oh ja. Laten rusten. Ja. Oh. Ja, daar gaan we weer. Zo. Nou, zo, we hebben Klaas Wouw, joh. Is het zo waar? Is het echt waar, Jen? Ja. Ah. Volgens mij hebben we weer een varkentje hier. Oh. Ik wou dat ik erbij kom. Nee, ja, Daar wel.
Heeft een pas een haaienvin. Kijk hier aan de rechterkant. Oh, die man, ja. Ja. Oh, hier.
Oh ja, inderdaad. Er is zo'n hele rare punt op zijn. Hey, die staat. Blijf ook gewoon met de handen in de zakken staan. Zagrijn. Een beetje binnen blijven benen. Ja, joh. Precies. Als je niet meer zwaar blijft, precies. Of niet goed geslapen, denk ik. Ik denk het ook niet. Nou, koeien, kennen jullie ook zwaaien? Nee, oh. Die kennen dat niet. Nee, ze hebben geen zin erin. Ja, maar dan ben je beter op wel, hoor. Als je een durf kan, hè. Dat is wel leuk, hè, je durf. Ja, wel. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja.
Maar ik denk dat ook heel veel mensen op vakantie zijn. Ja, want, dat zijn ja. De mensen die op weg zijn, die kunnen in de dag ergens anders vieren. Ja. Ja, we zijn zelf de vertraging. Wij zijn de oorzaak van. De veroorzaker. Ja. Van de vertraging. Nou ja, dat weet ik. Einde vertraging. Gast erbij. Ja, dat is ja, een mooie rekening. Ja, kinderen op de fietsen. Net of die keer Brian ze doet de hapert een beetje. Binnen bij de les, jongens. Nou, wel rusten, hè, allemaal. Nou, het is slaap. We maken jullie wel wakker als we, jullie, als we in Oud-Beijerland zijn. Ja. Oh, was dat het? Ja. Je bent je stuur aan het rijden niet meer. En de hand helemaal. Die legt ermee in diggelen. Ah, joh, doe je maar gewoon zo. Zwaai ook.
Oh, we gaan zo via Goudzwart. Ik dacht eerst in instantie dat we... We gaan hier naar links. Ja. Daar naar rechts, als we rechtdoor, dan gaan we komen daar weer terug. Oh, nee, ik dacht dat we... Dan gaan we langzamer richting Brazil. Ik dacht dat we zo gingen, maar dat dacht ik. Maar goed, komt goed. Zo, die hebben rare horens. Oh, die heeft er 3. 4. 4 zelfs. Eentje op de zijkant en eentje. Nou, die moeten direct dik geslepen worden. Kijk hoeveel mensen er in Goudzwart staan te zwaaien. Ja, dat denk ik ook wel. Moet je kijken, hier aan de linkerkant, jongens. Ja. Kijk jongens, nog over die dijk. Zo. Ja. Ja, dat staat dadelijk gewoon weer vast hoor, net als vorig jaar. Vorig jaar stond het ook al helemaal vast. Ja, maar ja, wat wil je? 150 vrachtwagens. Dat kan je niet even door een steeg heen laten gaan. Oh, er rijdt ook nog een brandweer mee. Succes, hoe gaan we dat? Dan staan we gewoon weer vast hoor. Let op. Hallo, mijn vrachtwagens al hier al vast, daar verderop. Oké, nou schat. Ja. Heb je Fred al laten weten? Ja. Ja? Ja. Alan Terlijn nog niet gereageerd nog. Hé, hey, ik zei toch? Ongeveer 5:30 zijn we in Goudzwart. Ja. Ja, je redt het niet om 6:00. Nee, dan wordt het sowieso 6:30. 6:30, 7:15. Nee, hey, gelijk die ook ik ze weg in zien. Nou, ik hoef voorlopig niet meer door een heel ritje door ook zwart te doen. Jenny. Hallo.
Hallo. Hallo. Ben je er weer? Ja, ben je er weer? Mijn oogjes gingen toe. Ja, het was te zien. Dat moet ik brengen, dat we zien. Ja, ja, hij ziet alles hoor. Nou, mediaan. Wat? Gaan we boksen? Ja. Ik geloof dat we wat te knauwen moeten hebben. Kijk maar, dadelijk kun je je arm zo ophangen. Blijf lang licht. Ja, gelukkig wel hè. Ja, dat lang niet buiten. Denk je toch? Ja, anders moet je in het donker gaan zwaaien, is ook weer zo wat. Ja, dan wordt het een nachtdrukkersrit. Nou, wie weet. De nachtbrakers. Ja. Dat is er ook nog een verkeer regelaar, Harold. Hey, ja, dat ben ik er weer. Lampjes op je... En die heeft het ook hoger opgezocht. Ah, oh, in zijn uppie. Ja, oh, in zijn uppie nogal. Nou. Hier aan de linkerkant is geen vrachtwagen, maar ze hebben het wel leuk gedaan. Wil je kijken? Klein wagentje. Oh. Leuk. Leuk hebben ze gedaan. Klaproosje staat aan dat kenteken. Sorry, dat kenteken. Ja, ik Klaproosje. Ja. Die denkt, ik ga even een stukje opzij voor ze, want ze kunnen er anders niet langs. Op. Zo, die heeft aardig wat zonnepanelen op het dak hier. Dacht hij, voor uitsparen. Ja, waarschijnlijk. Dan moet je ook nog een caravan voor de deur hebben. Dat is een dag, hè. Dat is het regenen, jongens. Jullie worden keihard. Zie maar wat erg. Wij zitten lekker droog. Ja, wij zitten lekker droog. Je bent er nog niet uit ermee, hè? Nee. We worden daar ook allemaal poncho's allemaal meenemen na afloop.
Nou, die keek ook chagrijnig, zeg, die vent. Godkanonnen. Kijk, dit huis dan. Die heeft ook helemaal versierd. De blauwe deur, zie je dat? Verschrikkelijk, ja. Ik hoop het, zo. Nee. Ik hoop het. Toch wel.